In de afgelopen jaren is Marianne Vos uitgegroeid tot een icoon in de wielersport. Naast haar cyclocross en baancarrière rijdt ze ook op de weg de overwinningen aan één. 3 wereldkampioenschappen, 6 keer nationaal kampioen, 3 keer de Giro Rosa, 4 keer de World Cup. Ze is nu al een van de beste rensters ooit. Maar wat voor persoon is Marianne eigenlijk? Goh, ja, dat is altijd lastig om over jezelf te zeggen wat voor persoon je bent, maar... Ik denk in het geheel al in het dagelijks leven vrij rustig, maar wel gedreven in wat ik doe. Dus dingen die ik doe, die wil ik goed doen en daar ben ik vrij perfectionistisch in. En verder hou ik ook wel van ontspannen en een lolletje. 2015 was niet het jaar voor de 29-jarige. Een seizoen dat gekenmerkt werd door een sportieve burn-out zou kunnen betekenen dat de honger om in iedere discipline de beste te zijn haar uiteindelijk heeft ingehaald. Voor de vrouw die zo gewend was om te winnen, was het een verschrikking om niet eens gewoon te kunnen fietsen. Het is inderdaad een lastig jaar geweest. Ik ben er lang uit geweest en vanaf daar eigenlijk vorig jaar november met de opbouw begonnen. Nou, dat ging goed, maar er viel ook momenten tegen en natuurlijk moet je dan je geduld zien te bewaren. En gewoon alles nemen zoals het komt en stap voor stap opbouwen. En dat gaat goed en dat gaat ook nog steeds vooruit. Maar voor een topsporter altijd te langzaam. Dus dat geduld dat is echt, wordt flink op de proef gesteld. Maar ik moet wel zeggen, de stappen die ik nu zet, ja, daar geniet ik wel met volle teugen van. En misschien is dat wel de grootste winst. Maar nu is Vos terug en heeft de volledige focus op de weg. En, nog belangrijker, op de weg naar de Olympische wegrit in Rio. Ik heb natuurlijk zelf al 2 keer mee mogen maken, Peking en Londen. Voor mij ook 2 totaal verschillende, al kwam ik wel 2 keer met dezelfde plak naar huis. Dus dat gevoel, dat kende ik naar Peking en dat werd eigenlijk in Londen nog een keer overtroffen. Maar het is het grootste evenement waar je als sporter naartoe kunt leven en waar je kunt zijn. En ook al is het dan maar 1 dag, en dat is het ook, het moet allemaal samenkomen op die ene dag. En dan blijft het sport en dan blijft het gewoon maar een wedstrijd. Maar het is wel hetgeen waar je al je trainingen en al de moeite die je erin stopt, waar je het voor doet. Het is normaal dat er een enorme druk op je staat voor een wedstrijd die maar eens in de 4 jaar wordt verreden, waar je volledig op gefocust bent. Maar als we naar de carrière van Marianne kijken, dan weten we dat die focus geen enkel probleem is. Goh, je moet natuurlijk gewoon fysiek in orde zijn. En je moet goed getraind zijn. Maar je moet dan ook die dag de druk aankunnen. En eigenlijk nog iets extra's kunnen. Juist omdat het de Olympische Spelen zijn. En daar wordt wel eigenlijk, denk ik, vaak het verschil gemaakt op zo'n belangrijk evenement. Sommigen die gaan dan op druk ten onder en sommigen kunnen net wel even een procentje meer geven. Ja, ervaring. Ik denk niet zozeer dat per se ervaring op de Olympische Spelen een grote rol speelt. Maar je moet wel rustig kunnen blijven. En je moet het als een gewone wedstrijd kunnen ervaren. En dan op die manier ook de wedstrijd in kunnen gaan. Dus je toch de ervaring en de intuïtie waar je normaal op koerst ook zijn gang kunnen laten gaan. En anders sla je dicht en ga je verkeerde beslissingen nemen. Ze luistert nu goed naar haar lichaam. En met de voorbereidingen op Rio betekent dat er dit seizoen minder wedstrijddagen in haar schema zitten. Een van de wedstrijden die ze zal laten schieten is de Giro Rosa. Een etappekoers waar ze al 19 etappenzegers heeft. In een Olympisch jaar, zeker nadat ik wist dat ik me gekwalificeerd had, is het toch even kijken van wat is de ideale voorbereiding richting de Spelen. Elke wedstrijd is belangrijk, maar in een Olympisch jaar ligt dat toch net even iets anders en wil je ideaal kunnen voorbereiden. En voor mij ligt dan de Giro eigenlijk niet zo heel gunstig. Ondanks dat ik het een prachtige wedstrijd vind om te doen. En ik me eigenlijk ook wel met pijn in het hart laat schieten. Maar voor mij is het dan beter om een goed trainingskamp te doen. En daarna nog een koers te kunnen doen om daar eigenlijk de puntjes op de i te zetten richting Rio.
Voor een renster die al veel titels heeft gewonnen voor haar land, is zo'n groot internationaal evenement zeer speciaal. En voor de vrouw die in verschillende disciplines al op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen heeft gereden, is het altijd speciaal om onderdeel te zijn van de nationale ploeg. Dat is wel iets heel speciaals. Het is natuurlijk gaaf om het hele jaar voor je sponsorteam uit te komen. En die naam die draag je ook met heel veel trots. Maar ja, het is toch altijd wel speciaal om voor je eigen land in mijn geval Nederland, in het oranje te kunnen acteren op een kampioenschap. Wereldkampioenschappen zijn dan speciaal, maar ja, Olympische Spelen, dan heb je met nog veel meer sporters te maken. Andere sporten, en dan ben je daar echt als Team NL. Ben je klant van KPN? Bekijk dan gratis alle programma's van KPN Presenteert op je tv.